De Volle Evangeliegemeente in Ridderkerk is een voortzetting van de Volle Evangeliegemeente in Rotterdam, die al daar gesticht is in 1973 en is verhuisd naar Ridderkerk in het jaar 1983. Nou, de Heimanperiode was een prachtige periode wel, van vorming in de gemeente, van elkaar vinden in ontmoeting, maar ook vooral ook ontwikkeling in zang, muziek, verdieping door bijbelstudie, zodat we steeds meer zicht krijgen op dat volle evangelie. Ja, de Jasmijnstraat, dat was echt dat we ruimte kregen, ook als gemeente en een gebouw met lokalen voor de kinderen. Maar ook een ontwikkeling in de gemeente, dat we gegaan zijn door hoogte, door diepte, maar echt een standvastige gemeente zijn. Waar we echt wel een stootje kunnen hebben met elkaar. En bovenal hebben we vastgehouden onze basis, ons fundament als gemeente. Wij zijn huisgezin Gods. Vanaf het begin dat we in de kern zijn gekomen, hebben we waargenomen dat we als gemeente ook een gemeente mogen zijn met een open deur en met een open hart naar de omgeving. En we zien tot onze verheuging dat dat vrucht afwerpt. Nou, dat is al heel lang geleden. Dat was in het begin jaren 90. Toen zaten jullie nog in Heijmans. En ik had een foldertje gekregen van er staat een stoel voor je klaar. Nou, ik heb er al een heleboel meegemaakt. En gemeenteweekenden zijn altijd erg gezellig, erg leuk. We hebben gezellige dingen met elkaar, serieuze dingen met elkaar. Oudere tieners is waar ik altijd met heel veel plezier naartoe ging. Waar we heel veel lol hebben gehad. Serieuze momenten hebben. De avonden die worden geleid. En ja, hoe we beginnen, dat soms eindigen we heel ergens anders. En dat vind ik het mooie ervan. Dat je met elkaar samen lol kan hebben. Dingen kan delen. Maar ook serieus kan zijn over het woord van God. Ja, ik wil daar toch groot in denken en groot in dromen. Dus ik zie de gemeente over 10 jaar als een gemeente die zich verder heeft ontwikkeld. In aantal, maar zeker ook in inhoud. En een gemeente die een plek biedt aan mensen in Ridderkerk en omgeving om Gods nabijheid te ervaren.
En in zijn rust en aanwezigheid te zijn. Ja, en ik hoop echt met een gebouw vol van lieve broeders en zusters die daarin mee willen doen. Gemeente zijn is voor mij persoonlijk een groot feest. Als ik de opbloei zie in de harten van zoveel kinderen Gods, nogmaals, het is een feest voor het hart. Laat het huis gevuld zijn met wie ook van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwen.